Luisteraars, kijkers, we zijn weer terug met Bloedsport 1 op 1. En we hebben weer een gast in de uitzending. Deze uitzending doe ik weer gezamenlijk met Haroun Kina. Matchmaker, promotor, manager, wat hij ook is bij Cage Warriors Lowlands. En we hebben een gast vandaag, dat is Hamid Safi. Welkom Hamid. Yeah. Welkom, welkom in de auto. Waar ben je onderweg? Waar ga je naartoe als ik vraag mag? Ja, ik ben onderweg naar Brussel. Iemand van onze team, Cisco, gaat vechten. En straks, ik ga sidecoach met mijn coach hier. Dus we zijn onderweg naar Brussel. Nice, nice. Ja. United. Dat was Ruslan. Ruslan, ja, inderdaad. Dat was Ruslan, de knapste coach van België. Ik en Ruslan, wij hebben TikTok in het, hè. We hadden een traditie, maar de laatste tijd hebben we dat niet gedaan. Ik en Ruslan, we deden low kicks geven aan elkaar, na de wegen. Gewoon, just for fun. Heb je die filmpjes gezien, Fetty? Nee, wanneer deed je dat dan? Na een event of zo? Nee, doen we na de weging gewoon. Okay, weet je, even die pijn. We gaven elkaar low kicks aan. We zijn gewoon een hit op TikTok. Maar mooi is, ik heb niet eens een TikTok-account. Dus hij neemt alle shine mee. Ja, maar gaan jullie dat aankomende week weer doen dan? Of, Ja, maar de laatste keer was het niet gelukt, de omstandigheden. Maar, ben benieuwd, man. Ik zeg nooit nee tegen een partij. Als Rusland me uitdaagt, dan doen we dat. Duidelijk. Maar goed, Safi, het gaat niet om ons, het gaat om jou. Broeder, leg eens even uit. Vertel eens wie jij bent. Afkomst, broer, zus, vader, moeder. Ja, ik ben Hamid Safi. Verbinding. Ik ben gewoon via Instagram, via mijn vriend die ik heb gezien, die trainde bij mijn trainer. En Hamid, via zijn account, ik heb gezien dat... Sorry dat ik je onderbreek, maar je stond net even 10 seconden helemaal stil. Wij kregen niks mee. Ja, misschien mijn internet is slecht. Is geen probleem. Ja, internet was minder. Dus als je gewoon even opnieuw kan starten, dat is geen probleem. Even vertellen waar je... Op de vraag van Haroun, wat was je vraag concreet, Haroun? Ja, gewoon vertel eens wat over jezelf. Precies. Thuis, wat je afkomst is en hoe lang woon je al in Nederland. Ja, precies. Dus ik ben Hamid Safi. Ik kom uit Afghanistan. Ik woon al 7 jaar in België. En ik ben al bijna 4-5 jaar in de UFG, uit het Zuidoost Gent. En vroeger ik deed ook voetbal. Maar mijn vrienden trainden bij Rusland. En via Instagram, ik heb zijn trainingen gezien. En ik vond dat precies iets voor mij. En ik ben ingeschreven. En ik ben één dag proefles komen volgen. Mijn hand was gebroken, eerste trainingdag. Eén maand, mijn hand was in hips. En daarna ik ben weer begonnen. En ik heb gewoon tot nu toe, ik heb blijven trainen. Mooi, netjes. Dus jij bent echt meteen bij Rusland begonnen? Ja. Dat is mijn eerste trainer, eerste club. Inshallah, tot het einde ga ik ook hier blijven. Inshallah, je zit daar goed. Ik weet, jullie doen allemaal goede dingen daar, snap je? Maar iedereen denkt dat jij een worstelaar bent. Hoe komt dat? Waarom denkt iedereen dat dan? Terwijl eigenlijk Ruslan is de staande trainer. Iedereen die spreekt over Hamid Safi, zeggen, oh, is worstelaar. Waarom denkt iedereen dat jij een worstelaar bent? Leg eens even uit. Ik weet niet waarom mensen denken dat ik worstelaar ben. Ik heb graag eigenlijk rechtsstand fight. Ik fight liever rechtsstand, maar ik kom, als ik doe wedstrijd, ik kom om te knokken, om te vechten. En ik gebruik alles. Ik gebruik worstelen, ik gebruik rechtsstand. Ik probeer alle technieken te gebruiken, alle skills te gebruiken, mooie skills te maken. Dus misschien lijk ik een beetje worstelaar, maar ik ben niet echt worstelaar, maar ik doe mijn best. Op de training. Ik snap het. Ik snap het ook. Jij doet gewoon full MMA, maar iedereen, als ik jou match, Hamid, dat is een worstelaar, zeggen ze meteen. Ik weet ook niet waarom. Maar ik vind jou eigenlijk een tegendeel. Zelfs jouw stijl van staand, ik heb jou de bijnaam Mini Mike gegeven. Ik ben een beetje Mike Tyson-achtig. Pop, die handen gaan zo, weet toch? Nee, hij heeft echt de Mini Mike-stijl. Lekker laag, hoog geeft hij, mooie stijl. Tuurlijk, als er geworsteld moet worden, worstelt hij. Bro, dit is MMA, snap je? Dus deze jongen is gewoon goed bezig. En daarom staat hij hier ook. Haroun,
Kan dat komen? Ik weet, United Fighting Gent, zeg maar. Hoe staan hun algemeen bekend? Als een worstelgym of ook redelijk allround? Ik weet niet of het wellicht met de imago van de gym ook te maken heeft. Hè? Ik weet niet of ze ook... Hamid, ben jij er nog? Hamid vriest weer, hè? Waar is mooi. Even internet te zetten. Zeg dat iedereen uit die hotspot moet. Iedereen moet stoppen met die hotspot. Nee joh, maar Hamid, ik heb jou ook een paar keer gezien, hè. Ik was vooral onder de indruk in je partij tegen Brian Solina. Moet ik het zeggen, ik was met een vriend aan het kijken, vooral met de tempo wat Brian zet. Dacht ik van, nee, ik weet niet of die jongen het vol gaat houden, maar je stond je mannetje, man. Ik was onder de indruk, moet ik zeggen. Dus ik heb die al een paar keer gezien, dus ik kijk ook... Hey, hij vocht... Hamid was ook moeilijk tegenstanders. Hamid had toen wel een klasse hoger gevochten, op 61 volgens mij. Dat is niet vergeten, ja, toch? Ja, dat was hogere kilo's voor mij, ja. Maar ja, ik heb gewoon, ik wou gewoon die dan vechten en ik heb gewoon die accepteerd en ik heb gewoon gedaan wat ik kan. Ik heb gewoon alles. En deze jongen tegen Brian Solina op 61 was al moeilijk. Maar deze jongen als 57 kilo vechter heeft tegen Brian Solina een topper op 61 die de vrouwen wel ja gezegd heeft. En hij heeft gewoon geknokt. Ik zou dat wel willen. Precies. Oh, jij wil een rematch? Ja, als de 57 Brian, kilo, als die dat kan. Ja, geen probleem. Brian gaat op pro 57 vechten. Interesting. Komt goed. Maar doe eerst stap voor stap. Jij bent nog jong. Ja, dus, hoe oud is hij? Hoe oud ben je? Ik ben 20 jaar. 20? Je zegt dat je pas 7 jaar in België woont, hè? Dus je bent rond je 13e, 14e naar België gekomen, klopt dat? Ja, ik was 14, 13 toen ik naar België kwam. Helder. Dan heb je best wel, en dan neem ik aan dat je vanuit Afghanistan kwam. Of heb je nog ergens anders gewoond? Ja, ik heb eigenlijk niet lang in Afghanistan gewoond. Ik heb in Iran gewoond. Ik had een oom die op kickbox deed. En ja, ik weet niet hoe dat in mij begonnen is met vechtsport. Gewoon, dat zat in mij. Dat was gelijk iets in mijn bloed. Ik trainde ook daar soms mijn onkel, zo lopen. Die probeerde me iets te leren, maar ik wist niet welk sport dat precies was. Maar hier in Gent heb ik dat eigenlijk begrepen wat vechtsport is. En kunnen dat in mij zetten en goed doen. Ja, daarvoor wist ik niet echt wat kickbox was en mijn mama was. Je was te jong natuurlijk ook, hè? Maar dan zit het wel min of meer. Weet je, misschien is je muscles, je spieren zijn dan wel getraind, zit het erin. Maar interesting, man. Maar hoe was het voor jou om op die leeftijd in België te komen? Dan ben je best wel gevormd. Je bent 13, 14 jaar, je sprak de taal niet. Wat kan je daarover vertellen? Hoe waren je eerste periodes in België? Ja, eerste periodes in België. Dat was heel moeilijk natuurlijk. Als je geen taal kent, als je die land niet gewoon bent, geen familie hebt. Geen huis hebben om te wonen. Ja, zo verder. Zo hebben wij hier... dat was van begin heel moeilijk, maar alhamdulillah. We hebben kunnen nu... Ik heb geprobeerd mezelf hier te opbouwen. Mijn familie is nu hier. Mijn broer, mijn moeder, mijn vader. Iedereen is hier. En nu probeer ik op mijn voeten te staan. En nu gaan wij alles geven voor dat. Nice man. En hoe was het met de OBP? Zit je nog op school? Hoe heb je dat kunnen doen als je op zo'n latere leeftijd komt met scholing en zo? Hoe stroom je in? Ben je nog bezig met school? Ja, laatste schooljaar, ik doe houtbewerking. Laatste maanden ben afgestudeerd en gaat goed. Mooi. Wil je daar verder ook, of houtbewerking? Wil je verder als timmerman, of wat wil je gaan doen? Niet echt. Houtbewerking, diploma hebben en ik wil graag. Hoor je mij? Verbinding was heel even weg. Ja. Praat nou eens. Ik wil mijn diploma behalen en ik wil graag iets verder doen met mijn sport. Anders niet echt iets verder doen met houtwerking of iets met sport of brandweerman. Geen security. Oh, dat is mooi. Gewoon, niet sport. Broeder, brandweerman, dat is een leuk beroep, hoor. Ik ken een aantal jongens die kan ook goed combineren met de vechtsport en zo, snap je? Maar beveiliging, ja, daarom, ik heb ook... Beveiliging heb ik ook gedaan.
Ik hoorde laatst, dus wat ik wel heel interessant vond, het schijnt dus binnen brandweermannen heb je dus een specialisme. Daar kwam ik laatst achter, dat je brandweermannen kunnen op bepaalde plekken kunnen ze niet komen, zeg maar, hè. Maar dan hebben ze dus zeg maar een specialisme binnen die brandweermannen, dat ze één persoon dus ergens droppen om alvast zeg maar wat uit te zetten, zodat de rest binnen kan komen. Dus het is ook een enorm gevaarlijk beroep, man, heren. Ik vind het ook echt een mooi beroep, hoor. Met gevaar voor eigen leven. Dus ik heb daar echt bewondering voor, man. Maar, ja, ik kan van gevaar. Ja, maar Hamid, jij bent wel van het gevaar dan, hè, zo te zien. Jij bent wel van de danger opzoeken. Ja. Wat zeg je, Harun? Ja, maar hij is pas 20 jaar, snap je? Klopt. Ik ben nou 41 en ik weet nog steeds niet exact wat ik wil doen, snap je? Ja, dat is zo. Levo, je hoeft niet 50 jaar hetzelfde te doen, broeder. Dat is zo. Absoluut. Om de 5 tot 10 jaar verander ik van beroep, man. Nu is dit het. Natuurlijk, MMA zal er altijd in blijven bij mij. Dat is gewoon zoals hij ook. Ik was ook 6 jaar toen ik ben begonnen. Daar is me de paplepel ingegoten. Wij ademen vechten. Weet je, als ik in de gym kom, als iemand zegt sparren, doe ik mijn schoenen uit, sokken uit. Ik trek mijn handschoenen aan en dan ga ik knokken. Dit is gewoon hoe we zijn, snap je? Ja. Dat je bloed kruipt waar het niet stromen kan. Dat zie ik bij deze jongens ook. En dat is mooi, maakt niet uit. Wat je gewoon, ik zou wel, net wat je zegt, een beroep pakken, waardoor je sport kan combineren. Zoals een beveiliger. Ja. Niks fysiek. Je kan wel hout bewerken worden en doodkisten gaan maken, maar dat is best pittig, snap je? Dus, maar je moet ook gewoon dat je zo denken dat je gewoon fysiek niet kapot gaat, ja, mentaal moet je sowieso sterk zijn, weet je, leven gaat gewoon door. En dan proberen te combineren, maar ik ben blij dat we goed mee bezig zijn. Goed naar je trainer luisteren, hij heeft genoeg ervaring, en dan zal het allemaal goed komen. Maar Hamid, als ik me niet vergis, hè, in je laatste partij stond er een andere, Roeslam toen ook in je hoek, of stond er een andere jongen ook in de hoek met hem? Ik kon me herinneren dat er een donkere jongen jou heel enthousiast aan het coachen was, kan dat kloppen? Donkere jongen? Of heb ik een verkeerde persoon? Laatste partij. Ja. Bij mijn laatste partij, wie was in de hoek? Shamil? Rasim. Ja, laatste partij, dat was Rasbiev, Shamil Rasbiev. Professioneel. Ja, die ken ik. Ja, die heb ik ook. In onze club. En Rafiel Lassafi, die is ook een Afghaanse jongen die... Nee, dan heb ik me vergist. Dan was het iemand anders. Dan was het iemand anders. Maar los van dat, er gebeurde wel, ik hoorde... Je hebt een Edgar tegen wie je moet. Die heb je al wat langer op het oog, begreep ik. Ja, ik zie dat... Ik ben klaar voor Edgar. Ik train mij klaar voor Edgar. Ja. Kom voor Edgar. Kan het kloppen dat jij ergens vorig jaar een call-out hebt gedaan? Heb jij uitgedaagd? Heb je hem uitgedaagd? Vraag en Edgar heeft nee gezegd. Afgezegd, dus daarom ik heb hem uitgedaagd. Nee, je stond weer even stil. Het moment dat je wou vertellen, hebben we niet gehoord. Maar waarom heb je hem uitgedaagd destijds? Gaf je aan, Hamid? Sorry hoor. Laat mij terug. Je bent er weer hoor. Hoor je ons, Hamid? Hoor je ons, Hamid? Hoor je ons? Maar Hamid... Hoe is het met die uitdaging? Ja, dat we waren gebleven bij die uitdaging van Edgar. Vertel, net op het spannendste moment komt die Belgische verbinding. Ja. Misschien jullie verbinding, hè? Ja. Belgische verbinding. Niks over België. Dus... Toen die had gevochten, Edgar had gevochten tegen Rafiel Safi, iemand van mijn club, dat is een vriend van mij. En hij had de scheidsrechter had te vroeg gestopt. En Rafiel Safi heeft hem nog uit revanche gevraagd, maar die heeft dat niet accepteerd. Dus daardoor, ik wou dat revanche aannemen, ik wou dat doen en op mijn vrienden plaatsen. En daarom, ik heb hem...
gevraagd voor een wedstrijd in elkaar. En nu gelukkig gaat het door. Ah ja, zo'n wedstrijd, ik heb het tegen Edgar ook gezegd. Dit moment is deze pot de beste moment. Dus jullie hebben allebei een beetje aan. Ja, jullie zijn best wel goed bezig. Weet je, jullie hebben best wel veel jongens verslagen. En nu is het de beste moment om tegen elkaar te vechten. En het draait om iets belangrijks nou. Om een title contender fight. Snap je? Dat is serieuze shit. Ja. Die 57 kilo jongens, heb ik al vaker gezegd, die staat op ja, dat is booming. Die jongens die zijn echt, dat is een leuke groep van jongens die tegen elkaar kunnen, zijn eigen beter kunnen maken. En de winnaar hiervan, je mag in mei of in juni even kijken hoe de situatie is voor de titel vechten. Dat is natuurlijk wat iedereen wil. En een titelkandidaat is ook al bekend, maar daar ga ik jullie de fight day aan jullie zeggen. Wordt een mooie, wordt een mooie. Heb je al een gameplan? Heb je al een gameplan voor Edgar? Mijn gameplan is luisteren naar trainer en gaan gewoon. Ik heb, ja... meestal, ik denk niet altijd, ja, als ik ga vechten, ik ga dat precies doen en dat precies doen. Luisteren naar trainer en mijn best doen. Op elke positie mijn best doen. Wij trainen in de club, bij elke positie, we doen onze best. Dus ik ga daarom te knokken, om te vechten. Natuurlijk mijn hoofd te gebruiken en om te luisteren, iets moois van te maken. Mashallah, mooi om te horen. Hey, nu we het over jouw training hebben, hoe vaak train je per week? Ik train 6 dagen in de week, 1 dag rusten. Ik heb ook nog school, meestal op thuiswerk. Dus dat is soms moeilijk, maar ik doe mijn best 6 keer in de week te trainen en hard te trainen. Ja, ik hoop dat ik. Hoe ziet jouw trainingsschema uit, Paul? We hebben training dinsdag. Donderdag, zaterdag, zondag in UFG. En dat is worsteling, BJJ, rechtsstaat. Dus dat trainer bepaalt dat voor ons. Hij ziet waar we slecht zijn en die probeert dat verbeteren bij ons. En die andere dagen, ik probeer te lopen, conditie, krachttrainen, zwemmen. Ja, dat. De andere dagen, woensdag, vrijdag. En ja, die is daar. Oké. Okay. Netjes hoor. Netjes man. Druk schema. Druk schema. En heb je daar... Doe je ook nog train je alleen maar worstel of ook Braziliaanse jiu-jitsu? Ja. Braziliaanse jiu-jitsu, we doen dat. Grappling, ja. Wat doen jullie? Zo doen wij Braziliaanse jiu-jitsu. Ja. Nee, wij hebben gewoon fight. Jullie trainen niet in gi. Jullie doen niet in gi trainen, of wel? In een gi. Nee, we doen dat niet. Ja. Nee, wij doen dat niet. Dat is met vaste. Ja. Wat is jouw favoriete aspect? Bedoelt die Nee, jouw training. Wat vind jij het leukste qua trainingen? Worstelen, strijken, kickboksen. Wat vind jij het waar heb jij het? Wat ik leuk vind, dus MMA. Everything. Training van mijn trainer. Ja. Training van mijn trainer vind ik de beste. Is ander soort training, hè? Ja. Vond ik ook altijd leuk. Beetje mixen. Ja. Dus, ja. Worsteling, grappling, rechtsstand en dus een laatste sparring. Ik persoonlijk vond dat vroeger ook altijd de leukste training, de mixtraining. Ik ben sowieso, weet je, ik vind het niet fijn om 1,5-2 uur lang de hele tijd hetzelfde te gaan doen. Is wel goed, weet je, drillen, maar ik persoonlijk vond ook die mixtraining altijd leuk en nog steeds. Hoe vaak sparren jullie per week, Hamid? 10 keer per week. Ja, als we dicht bij wedstrijd zijn, laatste week we sparren niet.
twee weken daarvoor, voor wedstrijd, we sparen bijna elke training. Dus vier keer training. Maar deze keer, ja, eigenlijk onze trainer bepaalt dat. En die kijkt wanneer moeten we sparen, wanneer niet. Dus, en als we geen wedstrijd hebben, dan ben elke training, ja. Dan hebben we sparing. Netjes. En is dat, hoe hard gaan jullie dan? Of is het gedoseerd sparren, of is het gewoon all out? Get rich and die trying. Ja, wat wij doen tijdens training, we proberen dat in sparing. En ja, eerst we proberen techniek te sparen. Precies. En de laatste sparing doen we onze best, gewoon kracht, alles. Netjes. Dus hey, ik zag laatst een filmpje van jullie. Met die low kicks. Ja. Hebben jullie een spelletje doorgezet daar, of wat? Ik hield mijn hart vast, joh. Al die jongens die bij ons moeten vechten, die waren elkaar allemaal low kicks aan het geven. Ja. Holy shit, man. Maar dat is de trainers zo gek zijn, maar... Maar is dat een vast onderdeel? Is dat een vast onderdeel of zo van die loopkicks? Trainen jullie daar echt op, of hoe moet ik dat zien? Want we noemt het wel een paar keer Haroon. Is dat iets waar jullie echt gericht op trainen, Hamid? Loopkicks. Dat is een van de lievelingstraining van mijn trainer. Eigenlijk sterke benen te hebben. Netjes. En wij doen dat ook weer tijdens training. We proberen onze voeten sterker te maken altijd. Precies. Niet altijd low kick, maar we doen ook weer squat bijvoorbeeld om sterke benen te hebben. Zoals mijn trainer zegt, als je wil kunnen sterk staan en stabiel staan, moet je benen sterk zijn. En, dus we trainen ook weer onze benen wel. En die low kick video's, dat was gewoon, ja, was gewoon om te zien wie de sterkste. Sterk man, sterk man. Even voor Fenty. En voor Fit is een trainer, die was vroeger een goede Muay Thai okay. Netjes. Ja, Roestel was ook, hij vocht ook licht, hè? 57 of 60? Hoeveel vocht je? Hoeveel vocht je? 65. Oh, toch wel? Oké. Netjes. Netjes. Wie is dat schattige kindje daar achter jou? Is dat het zoontje van Ruslan op? Ja. Ja, nou, je hebt heel rustig geen tijd. Ja. Leuk man. Hij had meegekomen. We kijken. Ja, hij wil altijd meekomen om te kijken. Hij wordt nu al een beetje. Leuk man, hij wordt nu al een beetje geschoold al. Van een hele jonge leeftijd zie je al daar. Ja. Tof man. Maar ik wil voor Hamid, je bent pas 20. Hoe lang trainde je nou al echt MMA? Hoe lang doe je dat nu al? Met corona 5 jaar. 5 jaar corona. Al, oké. Okay. Dus twee jaar was corona-tijden, was geen training meer. En toen, ik trainde wel nog steeds, maar buiten lopen, ja, fysiek. Duidelijk. En heb je nu nog een beetje, want je bent nu nog natuurlijk, dit is de amateur, dit is een title contender partij voor de flyweight, 57 kilo. Wat is jouw doel? Wat is jouw doel in MMA over de komende 3 tot 5 jaar? Wat wil je bereiken, Hamid? Mijn doel, ja. Ik wil eigenlijk, ik doe mijn best. Ik wil daar niet luid op zeggen wat mijn doel is, omdat, ik ben bang dat ik dat niet kan bereiken, maar ik doe mijn best om het doel te bereiken. Mijn doel is om een goede vechter te worden, net als mijn trainer. En mijn doel is echt een goede vechter te worden later. En, kunnen een zotte feit te tonen en een goede voorbeeld te zijn. Dat is ook een mooi doel, toch? En wat jij zegt, als je de beste uit jezelf wilt halen, dan zie je wel waar het schip strandt. En misschien is het ook zo. Wat je zegt op het einde. Ja. Dat betekent niet dat ik niet wil bijvoorbeeld. Dat betekent niet dat ik niet wil bijvoorbeeld UFC of One Championship of dat niet. Ik wil dat ook. Ik wil dat zeker. Maar nu ga ik niet precies zeggen, ja, ik wil deze. Nu ga ik gewoon Mijn weg houden. Ik ga gewoon proberen nu mijn best te doen. Maar ik vond het mooi wat hij zegt. Ik wil een goed voorbeeld zijn. Oh, dat is mooi, man. Op deze leeftijd. Ja, en dat wil ik. Ik hoorde je vraag, Haroon. Je stelde aan mij, hoorde je wat ze als laatst zei. En dat vind ik inderdaad... Dat is nu wellicht wel wat we wel eens missen, weet je? Als mensen die dat inderdaad wel... weet toch, een goed voorbeeld kunnen zijn ook voor mensen die MMA kijken. Te veel trash talking en die onzin. Wat er ook bij hoort, uiteraard. Maar mooi streven, man, Hamid.
Mooi streven. En UFC. Ik wou bijna zeggen, wellicht een van de eerste Afghanen in de UFC. Maar ik weet niet, je volgt de UFC, hè? Die Basharat broers. Die zijn ook Afghaan, toch, volgens mij? Die twee broers? Ja. Die zijn ook Afghaans. Ja, daar zijn drie Afghaanse vechters. Nasrat Akparas, Javid Basharat, Farid Basharat. Oh ja, die laatste twee broers die zijn net in de UFC. Hasper, en ze hebben allemaal, niet allemaal, die twee broers hebben eentje 16-0, denk ik. Die andere 10 of 11-0. Onverslagen. Klopt, ja. Hele goeie. Die moest laatst ook tegen Blackshare, volgens mij stond die broertje vorige week op die pay-per-view card. Goeie vechters. De eerste Afghaan was Sia, hè? Scherp, Harun. Heel scherp. Klopt. Ja, ik heb hem met hem een paar keer getraind. Hij komt uit Nederland. Hij was goed, hij had een dikke record toen hij daar kwam. En goede stoot had hij, et cetera. Maar op den duur, volgens mij is hij nou trainer geworden bij Evolve in Azië. Hij is trainer geworden bij Evolve. Ja, en dat is een verlengstuk van de One Championship volgens mij, hè? De Evolve Gym, toch? Ja. Check, man. Interesting. Hamid, nog 1 week te gaan. Je gaf al aan geen sparringen meer. Hoe verloopt jouw laatste week zo na een partij tot aan de weging? En hoeveel heb jij nodig? Hoe zit je qua gewicht? Nu, ik denk ik ben 61 kilo. Ik eet nu alles. Ik let op mijn eten, op mijn voeding. Ik let op mijn training. Ik probeer heel hard te trainen. Nu, laatste week, dus morgen sparingdag, zondag. Vanavond moet ik nog trainen. Ik probeer de beste schema te nemen, beste training te nemen. Om zondag, zaterdag, goede partij te tonen. Mooie partij te tonen. En alles hier. Netjes, man. Kijk ernaar uit. Het is nu de eerste keer, maar zeker niet de laatste keer, Hamid. Ik wil zeker nog een follow-up met jou doen. Maar ik kijk enorm uit in ieder geval naar je partij tegen Edgar Liparsichan. Als je er maar veilig uitkomt, dan mag de beste winnen, zeg ik altijd. En ik kan Harun zeggen, altijd op het einde, is er nog iets wat jij kwijt wil? Iets wat je wil zeggen? Nee. Niet echt. Geen woorden, maar daden. We gaan het volgende week dan in ieder geval zien. Van Hamid Safi vanuit UFG, United Fighting Gent. Coach Roeslam, zeg ook, doe me goed hier. Ja, ga maar. Ik wens jullie allemaal heel veel succes vanavond. En jou heel veel succes volgende week, broeder. Dankjewel. Je gaat een mooie partij worden. Van beide kanten. Ik heb er zin in, ja. Succes en tot vrijdag. Dankjewel. Succes, heren. Veilige reis. Dat was Hamid Safi in deze Bloedsport 1-op-1 die ik samen weer deed met Harun Kina. Luisteraars, kijkers, we zijn in ieder geval voor nu weer klaar en we are out.